Ongeveer 55 kilometer ten zuidoosten van Parijs ligt het plaatsje Saint-Maur-sur-Seine. Misschien heeft u daar nog nooit van gehoord. Het is de plaats waar op 16 mei 1953 de gitarist Django Reinhardt is overleden. En van hem hebt u misschien wel eens gehoord. Django, zijn eigenlijke naam is Jean-Baptiste, werd op 23 januari 1910 geboren in het Belgische Libercy. Zijn familie, Sinti-Zigeuners, trok door Frankrijk, Corsica en Noord-Afrika en Reinhardt groeide tenslotte op in een woonwagenkamp bij Parijs. Samen met zijn jongere broer leerde hij gitaar, banjo en viool spelen, zonder ooit muzieklessen te volgen. Django leerde pas in de jaren 30 lezen en schrijven van de violist Stéphane Grappelli. In de winter van 1928 raakte Reinhardt, toen 18, bij een brand in zijn woonwagen zwaar gewond. Doordat de pink, ringvinger en middelvinger van zijn linkerhand verlampt en misvormd waren, leek gitaarspelen aanvankelijk onmogelijk. Zijn broer bracht toch een gitaar naar zijn ziekenkamer en met veel volharding, Django verbleef nagenoeg 2 jaar in het ziekenhuis, leerde hij zichzelf opnieuw spelen. Zijn handicap heeft hem, zo bleek achteraf, niet verhinderd om alsnog een van de grootste gitaarvirtuozen ter wereld te worden. Ter ere van hem wordt er elk jaar op een eilandje in de Seine het Django Reinhardt Festival gehouden. Vanuit heel Europa, maar ook uit Amerika en Australië, komen aanhangers van deze gypsy jazz of jazz à la manouche naar het kleine Franse plaatsje toe. Vlakbij Saint-Maur ligt de camping Le Petit Barbeau. Op dinsdag, 2 dagen voor het festival begint, komen we hier aan. Jacques en Marja, vrienden van ons, zouden woensdag pas komen, maar kwamen tot onze verrassing vlak na ons aan. Overal op de camping klinkt muziek, voornamelijk gitaarmuziek. Een enkeling heeft een contrabas bij zich, of een klarinet of een saxofoon. Jacques heeft uiteraard zijn accordeon meegenomen. Het is de enige op de hele camping. Het weer is heerlijk en er hangt een supergezellige sfeer op de camping. Zelfs in het donker wordt er doorgemuziceerd. Mijn microfoon heeft van de duisternis geen last, maar mijn beeldsensors hebben meer moeite met deze omstandigheden. We gaan pas heel laat slapen. De volgende dag gaan we naar de supermarkt in Saint-Maur om eten en drinken in te slaan. Oui, c'est moi. Dat laatste vooral, omdat de drankjes op het eiland schrikbarend duur zijn. Nee. Zeker, anderhalf. Hier kan nog anderhalf pak, ja. Het is donderdag, de eerste dag van het festival. Op de camping wordt zo mogelijk nog intensiever muziek gemaakt dan gisteren. Iedereen leeft naar de opening van het festival toe. Eindelijk is het dan zover. We staan in de rij voor een kaartje. We zoeken een plaatsje op de overdekte tribune die speciaal voor het festival is neergezet. Het eerste optreden is van het David Reinhardt trio. David is een kleinzoon van Django. Enige tijd gaan we het festivalterrein verder verkennen. Ook hier vele muzikanten, vooral bij de kraampjes van de gitaarbouwers, waar menigeen zijn kunnen toont. Hoofdact van deze avond is het Birelli Lagrange trio, wat om 11:15 begint. Als we weer eens deze kant op gaan, dan wil ik het hele festival wel meemaken.